Zojuist ben ik in deze 4x4 Jeep hier naartoe gereden om jou wat te vertellen. Mijn naam is Jos Kardol en ik ben uitgezonden voor de zending naar Afrika. En dat ik daar ben, kan je wel zien aan de hut achter mij en de mensen om mij heen. In de achterliggende periode heb ik een verhaal voor jou geschreven, wat natuurlijk met de zending te maken heeft. Het gaat over Rutger. Hij woont in Nederland, zit in groep 7 en Daniel is zijn beste vriend. Ze kennen elkaar al heel lang en nu zitten ze samen in een zelfgemaakte ronde Afrika-hut. In hun handen hebben ze een vredespijp. Ze roken hem samen om als twee vrienden voor altijd vrede te sluiten. Maar er ontstaat spanning. En dat komt door een kaart die Daniel aan Rutger geeft. Het gaat over iets moois, maar niet voor Rutger. Hij vindt het juist moeilijk. En het wordt nog erger als Daniel het aan heel de klas vertelt. En Ricardo zich ermee gaat bemoeien. Zou hij zijn beste vriend gaan kwijtraken? Voor Rutger zit er maar één ding op. Hij moet een plan bedenken, zodat de vredesbelofte tussen hem en Daniel niet in rook zal opgaan. Maar of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Want wat doet Rutger aan het einde van het verhaal helemaal alleen in de ronde Afrika-hut? En waarom verstopt hij zo snel mogelijk een kaart met een 4x4 Jeep erop in zijn tas, als plotseling Ricardo bij de ingang van de hut verschijnt? Nou, wil jij weten wie Rutger is en wat er nu precies aan de hand is? Koop dan het boek Spanning rond de Vredespijp. Vanaf 1 juli verkrijgbaar bij Zending Gereformeerde Gemeente. En ik wens je alvast veel leesplezier.